Hallo allemaal. In deze video ga ik je laten zien hoe je de bek of de mond van Sjaan het schaap haakt. We beginnen met aaldrans. Ik gebruik dubbeldraads en we starten met een lus. Daarna haken we 9 lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan doen we een vaste in de tweede steek vanaf je naald. Dit is de eerste, dat is de tweede. Daarna haak je 6 vasten. 1, 2, 1. 2, 3, 4, 5 en dat is nummer 6. In de laatste steek ga je 3 vasten haken. 1, 2, 3. Nu gaan we als het ware terug en we gaan weer 6 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dan hou je nog 1 steek over. Hier. En dan ga je nog 2 vasten in haken. Nee, sorry, 3. 3 vasten in de laatste steek. 1. 2. En dat is nummer 3. Dit is ronde nummer 1. Dan gaan we door naar de volgende ronde. Ronde nummer 2. Je gaat weer 3 vasten haken in de eerste steek. 1, 2, en dat is nummer 3. Daarna ga je weer 6 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5, dat is 6. Dan ga je in elke de volgende 3 steken die je nu tegenkomt, dus het hoofd zeg maar zeggen, of het einde, ga je in elke steek, of in elke vaste, 2 vaste haken. 1, 2, 1. 2 en 1, 2. Daarna ga je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is nummer 7. En dan ga je in de laatste steek 3 vasten haken. 1, 2, 3. En dan ga je hem gewoon afhalen. Je haalt het steek erdoor, het draadje erdoor. En je hebt het begin van de bek van Sjaan. We gaan zo door met de tanden. Ik ben zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Wat we nu gaan doen, we gaan de tanden vasthaken. We gaan 3 steken overslaan vanaf het begin, waar je bent geëindigd. Dus 1, 2, 3.
En we zetten de naald in de eerste, in principe de eerste steek. We maken een halve vaste, of een losse, hoe je het maar wat noemen. En vervolgens doen we nog een vaste in dezelfde steek. Daarna haken we, ik neem het lusje altijd mee, 6 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En een halve vaste in de zevende. Even kijken hoor. Draadjes in de weg. Ja. Dan doe je een losse. En draai je het werk. En dan begin je weer in die. Dus we gaan weer 6, even kijken, 1, 2, 3, 4, 7 vasten haken. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes en dat is nummer 7. Haal door en trek door. Dit is wat je hebt tot nu toe. Nu gaan we hier de tanden haken. Dat houdt in, we draaien ons werkje om, de goede kant, en we tellen er 5 steken bij. Dus 1, 2, 3, 4, 5, daar doen we niks in. En dan beginnen we hier. Je pakt je draad weer. En wat je gaat doen, je gaat gewoon als het ware een losse erin haken. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasten haken. 1. Ik haak de draadjes altijd aan de achterkant erbij in. 2, hoef je ook niet af te hechten. 3. 4, 5, 6 en dat is nummer 7. Even kijken, staan we dan gelijk? Moet even rekenen hoor. Ja. Je doet een losse, je keert het werk en vervolgens doe je weer 7 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En dan doe je in diezelfde steek daarnaast een halve vaste. En je trekt de draad gewoon door. Nu heb je aan beide zijden in principe de tanden. Dit is ronde nummer 3. We gaan nu straks met grijs verder. En dan gaan we naar ronde nummer 4. Ik zie jullie zo. Daar ben ik weer met ronde nummer 4. En we beginnen met grijs. En we starten hier in deze steek. Met een losse. En tevens haken we er een vaste in. Daarna doen we 6 vasten. 1, 2,
3, 4, 5 en dat is nummer 6. Wat we nu gaan doen, we gaan 2 halve stokjes haken hier in deze steek bij de witte en de roze. In feite waar je de halve vaste hebt gehaakt van het witte garen. Je gaat je pen erdoor steken. Oh ja, slag om de pen. Naald erdoor. En daar is je eerste halve stokje. Dat gaan we 2 keer doen. En weer een half stokje. Dan gaan we in elk van de roze steken een vaste haken. 1, 2, 3, 4, en dat is nummer 5. Als die lukt, ja, is een beetje strak gehaakt. Dan zijn we hier beland. En dan gaan we in deze steek weer 2 halve stokjes haken. 1. En dat is nummer 2. Daarna gaan we weer 6 vast. Of 7, moet ik even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasten haken. Ik moet even naar mijn voorbeeld kijken. 6 vasten. Sorry, we gaan 6 vasten haken. Ik heb het keurig opgeschreven, maar ik zit wel eens even mis. 6 vasten. 1, 2, 3, 4. 5. En dat is nummer 6. En in de laatste steek ga je 3 vasten haken. We moeten namelijk de bocht om. 1. 2. Oh. 1. 2. En dat is nummer 3. En voor de duidelijkheid 3. Dan pakken we hier de zijkant van het stokje. Daar gaan we 1 vaste in haken. Wat we nu krijgen, dat zijn die van de laatste steek allemaal de vaste. Die pakken we allemaal op. Dat is. Even kijken. 1, 2, 3, 4, dat is nummer 5, en dan pakken we hier de zijkant weer van het stokje. Dat is 6. En dan komen we bij de eerste steek weer aan. En in die steek gaan we nog 2 vasten haken. 1. En dat is nummer 2. Oh, ik heb weer 1 draad meegenomen, dat wil gauw. En dat is nummer 2. Dit is wat jullie tot nu toe hebben gedaan. En dit was ronde nummer 4. Nu gaan we door met ronde nummer 5. Ik zie jullie zo. We gaan verder met ronde nummer 5. We gaan in de eerste steek van het begin van de vorige ronde 1 vaste haken. Daarna doen we
7 vasten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dat is nummer 7. Wat je nu gaat doen, is in de volgende 7 vasten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 vasten haken. 1, 2. Dus nummer 2. Dat is nummer 3. 3. Dat is nummer 4. Dat is nummer 5. Dat is nummer 6. En moet ik even kijken. Ja. Dat is nummer 7. Dan gaan we 8 vasten haken. Tenminste, dat heb ik opgeschreven, dus het moet goed zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, dat klopt. Nee, 9, sorry. 9 vasten. Dan kom je uit op de hoek. En dan ga je 2 vasten in de volgende steek haken. 1, 2. En dan gaan we weer door. En dan gaan we haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 vasten. Dan gaan we weer door. Dan gaan we 9 vasten haken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan gaan we weer 2 vasten haken in jullie eerste steek van de vorige ronde. 1, 2. Het is in principe niet zo moeilijk. Eigenlijk is het vrij simpel. Dan gaan we straks door. En dan zie ik jullie bij ronde nummer 6. Daar ben ik weer met ronde nummer 6. Wat we nu gaan doen, we gaan overal een halve vaste in de voorste lus van de steek haken. En door. Pak je de voorste lus op. En door. Het is misschien heel handig als je hier een markeerder in zet. Want dan weet je zeker, ik doe het even met een draadje. Dan weet je zeker waar je naartoe moet met de laatste steek. Dus ik pak hem even op met een draadje, in dit geval. Maar ik zou, als ik jullie was, gewoon een markeerder erin zetten. Is iets makkelijker. Dat was nummer 2. En zo gaan we de hele mond bij langs. Pak op de voorste steek en we gaan gewoon doorhalen. Pak op de voorste lus van de steek en
gaan doorhalen. De voorste dus. Van de steek. En doorhalen. Zo ga je helemaal in de ronde tot je hier weer bij je markeerder bent. Dan zie ik jullie zo terug. Ik heb overal door elke lus eigenlijk een halve vaste gedaan. Nu ben ik bij het einde gekomen. Net de steek voor mijn markeerder. Ik doe weer een halve lus. En dan pak ik nog één keer die lus waar je markeerder in staat. En dan trek ik hem helemaal door. En ik knip de draad gewoon af. Haal mijn markeerdraadje eruit. En dit is wat jullie in principe hebben gemaakt. De bek van Sean. Nu gaan we in de volgende, ga ik straks de tanden erin zetten, met zwart garen. En die gaan we gewoon indelen in 1, 2, 3 en een kleintje. Ik zal jullie even het voorbeeld laten zien, ik heb al een gemaakt. Kijk, dit is dan de bedoeling. Hier gaan we gewoon straks even met zwart draad bij langs. Dan krijg je het idee van tanden. Ik kom zo bij jullie terug. Daar ben ik weer. Ik heb alle draadjes keurig afgehecht. En ik ga nu door met het mazen van de tanden. Ik begin gewoon hier. Bij de witte en de roze. Ik haal mijn draad door. En ik doe twee witte. Dan steek ik hem hier in. Ik heb aan de achterkant de draad niet helemaal doorgehaald. Dat zal ik je laten zien. Wat ik nu ga doen, om hem vast te zetten, haal ik mijn draad door die andere lus, zodat hij niet wegraakt. Hoef je ook niet af te hechten. Ik probeer het wel zo losjes mogelijk te doen. Dan lijkt het iets leuker. Dan ga ik mijn naald daarin steken. En dan haal ik hem weer door. De zwarte draad. Want anders krijg je namelijk een kleurverschil. Dan zie je steeds van die puntjes ertussen door. En dat vind ik niet zo mooi. Ik probeer het zo onzichtbaar mogelijk te doen. En dan ga ik hem hier weer doorhalen. Hetzelfde zwarte puntje. Oh, daar vliegt mijn camera. Dat was niet de bedoeling. Daar ben ik weer. En dan doe je weer gewoon twee opzij. En je steekt er weer bovenin en je gaat weer terug. Dat lijkt me niet al te moeilijk. Je doet gewoon drie tanden en een kleintje voor. Nou, ik geloof wel dat het wel simpel zat is. Als je dat allemaal klaar hebt, dan heb je in principe de mond van Sean gehaald. Ik ga even met jullie door. Ik ga weer door hetzelfde dingetje heen steken. En ik ga weer vandaar. Pak het grijze puntje weer op. Doe weer zo. En ik ga nog één keer overdwars. Want anders dan lijkt het wat stom. Eén. En nog een keer hier doorheen.
Aan de andere kant doe je precies hetzelfde en dan is jouw bek, mond van Sjaan klaar. Succes ermee!